moet er eigenlijk gebeuren met vuurwerkafsteken in Zoeterwoude? Vuurwerkvrije zones? Ben je nou helemaal gek? Tuurlijk niet. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude keek het college tevreden terug op 2019. Eigenlijk een heel goed, normaal jaar. Geen spannende dingen. Er is veel gesloopt, met name in het dorp. En ze zijn verschrikkelijk goed aan het bouwen op de Rijndijk. En dat gaat zich natuurlijk voortzetten, want overal waar nu gesloopt is, daar wordt al gebouwd of er gaat gebouwd worden. Het inwonertal is met een 130, 135 mensen gestegen. We gaan richting de 10.000. Natuurlijk wel, dat heb ik niet gezegd, maar een hele belangrijke is dat wij de sfeer die we hier hebben en de positieve manier waarop burgers met elkaar omgaan, moeten we natuurlijk wel behouden. Ook al worden we een kwart groter. De jongerenadviesraad beloonde Sil Verhoog met het jongerencompliment. Sil heeft gewonnen omdat wij vinden dat hij het heel goed doet. Hij geeft al bijna 6 jaar les en hij organiseert zomerkampen en winterkampen. En hij coacht bij wedstrijden, dus hij doet heel veel en dat vonden wij heel goed. Ik kom net terug van trainen en toen gingen we in plaats van linksaf, gingen we rechtsaf. En toen wist ik niet helemaal wat aan de hand was en toen stapten we hieruit. Toen dacht ik, oh nee, wat gaan we nou weer doen? Wethouder Ruud Bouter riep Jos Atteveld uit tot vrijwilliger van het jaar. Ik ben bij de oprichting van Zoeterwoude voor elkaar betrokken. En na 4 jaar heb ik afscheid genomen, heel bewust, om weer nieuwe mensen aan te trekken met nieuwe ideeën. Want dat moet je wel. Zoeterwoude Duurzaam ben ik oprichter van. En daar zijn we heel actief mee in Zoeterwoude. Met het helpen van inwoners met het verduurzamen. We hebben Zon op Zoeterwoude opgezet. Dat is nu een zelfstandige coöperatie die Postcode Roos projecten doet. We hebben energieambassadeurs met Zoeterwoude Duurzaam. Tafeltje dekje doe ik eens in de 6 weken, al een aantal jaar. Allemaal hartstikke leuke dingen.